Facebook ondergaat een heuse transformatie, zo kondigde Mark Zuckerberg onlangs aan, het sociale. 16 op 43.635 wil je altijd en overal als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws op Soccer News download. 15 op 46.124 De Eredivisie ziet er in het aankomende seizoen toch wat anders uit, FC Twente, Roda JC en Sparta. 11 voor 11 10 Het aankoopbeleid van Manchester United van de afgelopen jaren is niet heel erg gelukkig te noemen. 6 over half 11 24 Justin Kluivert gaf onlangs een redelijk onthullend interview aan de Volkskrant, waarin hij nog maar 1 voor half 11 61 De Graafschap speelt in het aankomende seizoen weer in de Eredivisie en dat is natuurlijk zeer goed. 18 over 10 16 Het komt waarschijnlijk niet meer goed tussen bondscoach Roberto Martinez en Radja Nainggolan. 14 over 10 34 Het Nederlandse voetbal heeft een aantal magere jaren achter de rug, maar erg loord ligt aan het. 13 voor 10 70 Sparta Rotterdam verloor in de finale van de play-offs op een zeer pijnlijke manier van FC Emmen. 2 voor half 10 56 De Chileense oefenmeester Manuel Pellegrini keert terug in de Premier League. Via de officiële 9 voor half 10 5 in Engeland verbaast men zich ten zeerste over de manier waarop de Eredivisie topclub Ajax geleidt. 12 over 9 568 Directeur spelerszaken Mark Overmars heeft het er maar druk mee, de deur van zijn kantoortje in de 9 uur 53 Dick Advocaat heeft de mineur uitgezwaaid bij Sparta Rotterdam en dat is eigenlijk nog wel één. 9 voor 9 86 Vincent Janssen deed het geweldig in de Eredivisie bij AZ, maar bij Tottenham Hotspur en Fenerbahce. 5 over half 9 848 Filip Cocu ging er onlangs vandoor met de prijs voor trainer van het jaar en ook Giovanni van 9 voor half 927 Guus Deel en Justin Kluivert maakten hun debuut bij het Nederlands elftal in het oefenduel met het 14 over 8 234 Justin Kluivert wil niet verlengen bij Ajax en mikt dus op een transfer naar de Europese top. 6 over 858 Kleiner dan DIV groter dan het lijkt een kwestie van tijd voordat DC United en Wayne Rooney elkaar definitief het jaar wordt. 5 voor 12 s'nachts 37 Kleiner dan DIV groter dan Gianluigi Buffon nam dit weekend op 40-jarige leeftijd afscheid van Juventus. De opvolger, 23 op 41.262 kleiner dan DIV groter dan Ajax aanvaller Justin Kluivert maakte vorige week in de Volkskrant bekend dat hij zijn contract 23 op 30.642 kleiner dan DIV groter dan VVV Venlo hoopt Sam Lammers volgend seizoen te huren van PSV. De landskampioen weet echter nog 23 op 20.152 kleiner dan DIV groter dan Dick Advocaat is gelinkt aan een terugkeer naar Zenit Sint-Petersburg, zelf noemde hij die link. 23 op 13.116 kleiner dan DIV groter dan Vyacheslav Karavajev streek in januari nearbij Vitesse. De Russische rechtsback maakt 1-3 over 11 s'avonds 148 kleiner dan DIV groter dan Lennart Eichler definitief niet meer terug bij VVV Venlo, de Duitse huurling 26 lijkt. 22 op 50.204 kleiner dan DIV groter dan Real Madrid kan komende zaterdag ten koste van Liverpool voor de vierde keer in 5 jaar de 12 over half 11 s'avonds 83 kleiner dan DIV groter dan VfL Wolfsburg is voor het tweede opeenvolgende seizoen via de play-offs ontsnapt aan degradatie. Half 11 s'avonds 66 kleiner dan DIV groter dan Kylian Mbappé speelt volgend seizoen vrijwel zeker nog steeds voor Paris Saint-Germain. Zelfs 22 op 25.159 Zlatan Ibrahimovic beschikt naast een surplus aan voetbalkwaliteiten ook over een kort lontje, dat
22 op 10.375 kleiner dan DIV groter dan Matthias Jensen weet niet of hij na de zomerstop nog terugkeert bij FC Noord-Jylland. Mogelijk, 6 over 10 s'avonds 601 kleiner dan DIV groter dan Arsenal zwijgt na Arsène Wenger opnieuw een trouwe dienaar uit. Na 6 jaar is besloten om het. 6 voor 10 s'avonds 69 kleiner dan DIV groter dan NOS-commentator Evert ten Napel ziet FC Emmen op termijn uitgroeien tot een stabiele. 21 op 47.264 kleiner dan DIV groter dan Pepe Reina is vlak voor het WK in Rusland in een vervelende situatie terechtgekomen, de 21 op 35.105.